De Romeinse brug bij kasteel Westhoven in Oostkapelle is weer in ere hersteld. Vorig jaar startte de restauratie en toen werd besloten om de brug helemaal opnieuw te bouwen. Omdat de fundering van de brug gewoon heel erg slecht was, daardoor ontstonden er scheuren in de brug. En we wilden de brug ook een beetje reconstrueren, in feite terugbrengen in de staat zoals die oorspronkelijk was, zo rond 1810. En dat betekent dat je die brug eigenlijk helemaal moet afbreken en daarna weer moet gaan opbouwen om ook de oude bogen er weer in terug te brengen. Dus vandaar het totale afbraak van de brug en het daarna weer opbouwen. De ruim 2 eeuwen oude brug kent een rijke geschiedenis. Het is een brug die diverse malen ingestort is, CQ. Men heeft hem ook in de lucht laten springen in 1944. Kortom, het is een brug die al heel wat lief en leed heeft gekend. Het is de brug waar heel wat Walgenaren elkaar ontmoeten en heel wat romances begonnen zijn. Dus in die zin is het wel een brug met geschiedenis. Als die stenen zouden kunnen praten, dan zou je rode oortjes krijgen. Jullie als staatsbosbeheer hebben eigenlijk het hele project begeleid om de brug weer te herbouwen. Is het dan ook een heugelijke dag voor u vandaag? Het is een fantastische dag. Prachtig weer, hele mooie brug. Het is samen met het kasteel en met het relief, hè, met de eilandjes en met het water, ja, is het gewoon één romantisch feest.